Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Op mijn Instagram story heb ik jullie gevraagd welke video jullie het liefst willen zien. En jullie hebben met 60% gekozen voor de Jeffree Star Bloodlust collectie review. Dus dat gaan we vandaag filmen. De TikTok video komt nog voor als je me volgt op Instagram. Gisteren heb ik deze best wel grote doos van Jeffree Star Cosmetics ontvangen. Ik heb er best wel een tijdje op moeten wachten uiteraard, omdat ik het bij Jeffree Star zelf heb besteld. En voordat ik allemaal comments krijg van, oh, maar je kan het ook bij daar bestellen. Je kan het ook in Nederland daar bestellen. Ik wilde zeg maar de volledige collectie met de highlighter en de grinder en de spiegel en alles. En die kan je niet in Nederland bestellen. Dus dat is de reden dat ik op Jeffree Star Cosmetics heb besteld. Er zit prachtig mooi paars papier in. Oh my god. Oh my god. Oeh. De grinder. De andere twee lipgloss. Deze prachtige foto van Miss Thang. Oh my god. Oh, hij is groot. Wow. Oké. Okay. Hij is niet heel goed dicht gedaan, maar hij is groot. Kijk hoe groot dat ding is. Oeh. So exciting. De straws. De spiegel. Wow. Wow, het is echt een groot doosje. Laten we allereerst beginnen met de spiegel, de Bloodlust Mirror. Ik gebruik de spiegels oprecht, dus ik vond het wel tof om deze collectie ook. Voor mij zijn het ook collectors items. Ik vanaf letterlijk de allereerste drie lipsticks van Jeffree Star spaar ik al de Jeffree Star make-up. Dus het is voor mij ook collectors items. Woo! That's so pretty. Wauw. En het is dus best een grote, hier daar zijn jullie. Het is echt een grote spiegel, maar de Star Mirrors zijn best wel klein. Deze is echt gigantic. Wat fijn, wat een lekkere, fijne, grote spiegel. Ik weet niet waarom, maar... Dan nog een accessory is de grinder. Ik gebruik nu gewoon zo'n plastic wegwerpgrinder. Wat ik eigenlijk de chillste grinders vind. En ik wilde eigenlijk altijd al een grinder bestellen. Toen was ik een hele collectie in mijn mandje aan het doen. Toen dacht ik, weet je, ik bestel gewoon een Jeffree Star grinder erbij. Gewoon om het te proberen. Ik heb nog nooit een metalen grinder gehad, dus dat wilde ik eigenlijk ook wel weer proberen. Maar de bovenste kant, dan heb je hieronder waar je weed zeg maar komt. Dan heb je nog weer een keer daaronder heb je een ruimte waar zeg maar al je gruis komt. Waar je dus heel goed, heel hard op gaat op het gruis. En dan mijn allereerste Jeffree Star Metal Straw collectie. Ik en Jeroen drinken hier echt thuis alleen maar uiteraard uit metalen rietjes. Het is gewoon, het is een klein dingetje wat je kan doen, whatever. Ze zijn echt groot. Gewoon, waarom is alles zo groot? Gewoon, is Jeffree Star dan zo groot dat ik alles naast hem zeg maar klein vind? Iedereen denkt trouwens ook dat ik heel groot ben, maar iedere keer als ik iemand tegenkom, die kijkt me echt aan. Oh, ik dacht echt dat je veel langer was. Maar ik dacht van, nee, ik ben zo klein, maar ik ben niet zo heel erg groot. Dan hebben we de Extreme Frost. En deze was limited edition op de Jeffree Star Cosmetics site. Daarom heb ik daar besteld, omdat ik heel graag deze wilde testen. Want ik heb nog geen één keer een Extreme Frost getest. Dit is Choking on Ice. Met een heel mooi vegan leren doosje. Wat echt zo, het voelt zo zacht aan. Hetzelfde als de Blood Sugar verpakking voelt het echt super buttery aan, maar deze voelt zelfs nog lekkerder. En als je hem dan openmaakt, zit hij er niet heel satisfying in, maar hoort hij er zeg maar heel mooi zo in te zitten. Oeh, it's very pretty. Maar ik weet niet, betaal je dan $50 zeg maar voor dit doosje erbij, die je letterlijk, wie gaat hun highlighter nou hier zeg maar inlaten? Of is dit product, volgens mij is het product, want volgens mij had hij een keer in een video gezegd van ja, het is zo duur omdat er letterlijk crushed diamond in zit of zo. Weet ik veel. Een heel duur product zit er volgens mij. En daarom is het zo duur. En dan hebben we alle vijf de lipgloss kleuren. Of de gloss kleuren. Dit is hoe het is binnengekomen. Zeg maar, dit is hoe de doos open ging. Het is zo mooi. Wow. Dit is echt. Oh my god. What the fuck? Dit is niet normaal. Gewoon hoe dit voelt en hoe dit eruit ziet. Dit is oprecht gewoon niet normaal. Ik dacht dat het een soort van geen texture zou hebben. Zeg maar dat het eruit zou zien alsof het texture had. Maar het is letterlijk gewoon. Het is niet te omschrijven, maar het is zo mooi. Gewoon, het is echt.
Ja, jullie hebben het allemaal natuurlijk al gezien, maar ik vind het gewoon, dit momentje is wel echt... It's gorgeous. Oeh, bitch. Oké, dan zit er een plasticje overheen. Voor de eerste keer heeft hij dat gedaan, heeft hij uitgelegd waarom. Oh my god. Die kleuren, die is gewoon die nieuwe formule. Ziet er zo mooi uit. Ik weet dat er heel veel backlash is gekomen op zeg maar het kleurpalet, wat het is. Gewoon wat voor kleuren het zijn, hoe weinig paarse kleuren erin zitten. Ik vind het juist echt een prachtig palet en het is juist los van deze gekke groenige, blauwe kleur. Want ik hou niet van dit soort kleuren, maar ik vind het persoonlijk echt niet mooi staan bij mij. De rest van het hele kleurpalet vind ik zo mooi en vind ik zo bruikbaar. Laten we dit moment even samenpakken. Daar zijn jullie. Mijn make-up taste buds gaan hier zeg maar echt komen hiervan klaar. Ik vind het echt prachtig. Ik ga ervan uit dat het dezelfde prachtige formule is van oogschaduw die de rest heeft. Ik heb mijn make-up gedaan totdat ik bij mijn oogschaduw kwam. Dus laten we er gewoon mee gaan beginnen en laten we een look gaan maken. Want dat is waarom we uiteraard hier zijn. Ik heb jullie eventjes ingezoomd, zodat we mooi wat dichterbij kunnen genieten van deze prachtige oogschaduw. Ik weet het niet. Mijn oogschaduwbasis is gewoon, eigenlijk zoals altijd, foundation met poeder eroverheen. Ik denk dat we als allereerste met een transitiekleur moeten gaan beginnen. En ik denk dat ik daar deze kleur voor ga gebruiken. Royal Pain. En deze ga ik aanbrengen op een Morphe M441. Het is een mooie, een soort van rosy kleur. En deze ga ik aanbrengen in mijn arcadeboog. Oh, dit is echt voor een paarse look. De perfecte, goede transitiekleur. En pigment, honey. Ik hoef maar zo weinig moeite te doen om echt daadwerkelijk goed pigment te krijgen. En daar hou ik van. Het is eigenlijk niet een soort van review van de oogschaduw. Het is gewoon een look maken met het palet. Want je kan gewoon na alles, na dit, na controversie zeg maar, je kan eigenlijk geen slechte oogschaduw van Jeffree Star verwachten. Nu ga ik in met High King. En deze ga ik aanbrengen met de Morphe M433. Deze breng ik nog ietsje lager aan. Ik wilde ingaan met High King, maar ik weet niet waarom. Ik ben letterlijk ingegaan met Blood Queen. Dus in plaats van High King gaan we in Blood Queen. En die gaan we in haar kaderboog zetten om het donkerder te maken. Why did I do that? Ik weet niet waarom, maar gewoon waarschijnlijk was ik zo naar die kleur toegedrongen. Dat ik dacht, nee, we gaan die kleur gebruiken. Zelfs voor paarse kleuren, gewoon paarse kleuren zijn zo lastig. Ik weet het fijne niet van make-up maken. Ik weet gewoon uit ervaring van veel make-up gebruiken. Dat paarse kleuren zo vaak zo intens tricky zijn. Ik pak nu weer het vorige penseel met geen nieuw product om deze randjes nog iets verder te blenden. Ik heb besloten om een cut crease te gaan maken. En ik heb nog nooit aan jullie laten zien hoe ik dat precies doe. Los van gewoon een soort van shimmerkleur door mijn crease heen trekken. Maar nu ga ik echt met een concealer en een concealer brush een cut crease maken. Omdat ik een idee heb waarvan ik hoop dat het mooi wordt. Maar we gaan het maar zien. Maar ik ben ook gewoon een beetje aan het ouwehoeren. Ik gebruik voor mijn cut crease de Forever Skin Corrector Concealer van Dior. Dan heb ik een concealer brush. Deze concealer brush is zeg maar een ovaal. Is het ovaal? Ik ga voor een halve cut crease. Dit is zeg maar de lijn die ik dan nu aanhoud. Ik haat priegelprecisiewerkjes, maar dan krijg je wel echt een prachtige look. En dan trek ik het langzaam, niet swipe. Maar met stippelbewegingen trek ik het dan langzaam naar binnen. Het randje van de concealer ga ik blenden met een Zuffa 230 penseel. Dus zo heb ik een cut crease. Maar nu, wat dus mijn idee was, om Scandal Water, dus zeg maar periwinkel blauwe kleur, daar overheen te doen. Dus dat is wat ik ga doen. Dus ik ga met een Zuffa 234 penseel in Scandal Water. En nu is het belangrijk, zeg maar, dit hou je gewoon nat, niet afgepoederd. En het belangrijke is dat je heel veel poeder en heel veel pigment
op dit penseel pakt. Gewoon echt zoveel mogelijk als dat kan. Gaan we het weer letterlijk opstippelen. Maak je geen zorgen met dat product onder je ogen gaat vallen. Dat sweepen we straks alweer weg. Maar nu gaan we dit er letterlijk opdrukken. En op het moment dat jij het op een plaats hebt gedrukt, pak je meteen weer een nieuw product. Want je wil niet dat er concealer op de haartjes van dit penseel komen. Totdat je hele cut crease een soort van prachtige, egale kleur heeft. I love this. I think this is very pretty. I think it's pretty. Nu wil ik heel graag deze kleur gebruiken. Dit is een woord dat ik gewoon niet kan uitspreken met mijn spraakgebrek. Executioner? Nee. Executioner? Whatever. De sparkle kleur, de donkere sparkle kleur, die ga ik aanbrengen. Executioner? Nee, dat klopt ook niet. Ik weet het niet. En deze ga ik met een Morphe M506 aanbrengen. Dat is gewoon een iets preciezer penseeltje. En ik ga dit eigenlijk ertussen in stippelen. Om die ruimte daar op te vullen. En dan ga ik weer terug in met de paarse kleur om dit weer te blenden. Nu wil ik Pink Magic, die heftige soort van shimmery kleur hieronder, over het midden van mijn ooglid heen brengen. Dat ga ik dus met mijn middelvinger doen. Dus ik ga er doorheen. En dit ga ik in die overloop, ga ik dit er overheen opstippelen. Ik weet niet wat voor look dit aan het worden is. Het is een beetje ondertussen een mengelmoesje aan het worden van weet ik veel wat allemaal nog meer. It's pretty, daar niet van. Maar ik had geen plan met deze look en dat is duidelijk te zien. Ja, ik denk dat de look iets mooier had uitgepakt als die periwinkel kleur zeg maar veel lichter was geweest. Maar it's fine, it's fine. Voor de inner corner wil ik de Wet Jewel gebruiken. Dus de shimmery roze kleur. Deze pak ik op een lippenseal en deze ga ik in de inner corner over die periwinkel kleur heen blenden. Oh, this look is a mess, honey. Ik met mijn goede cut crease ideeën gewoon, this looks like shit now. Maar dat ligt niet aan de oogschaduw, dat ligt niet aan de producten, dat ligt echt 100% aan mij. Omdat ik dacht een goed idee te hebben en nu is het eigenlijk, ja. Ik ga Royal Queen ook onder mijn oog blenden met een Morphe M432. En dit blend ik met een beetje Royal Pain. Die highlighter zit helemaal naar me te staan. Dus voordat ik mijn wimpers opplak, ga ik eerst de highlighter aanbrengen. De Choking on Ice Extreme Frost. Voor hoever ik weet, brengt hij dit niet aan met een penseel, maar brengt hij dit gewoon letterlijk met zijn vinger aan op zijn juk. Daar gaan we. Oh, bitch. Het is letterlijk gewoon glitter. Maar ook weer niet of zo. Wow, dat ziet er zo lijp uit. Gewoon zo ziet het er al lijp uit. Dit looks so freaking pretty. Wow. Bitch. Pretty. Gewoon, ik ga all the way. Gewoon, look at that. Look at those shiny tits, honey. Oh, I love this hoor. Het enige waar ik paars echt niet mooi vind is op mijn lippen. Maar op mijn ogen en in kleding en zo vind ik het echt heel erg mooi. Nu heb ik dus 5 keer The Gloss in alle kleuren. Ik heb Lord Star. Oh god. Nou, okay, fuck it hoor. Bitch. Dat is een hele extreme kleur. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar deze is heel extreem. Ik maak ze even allemaal open en dan swatch ik ze allemaal. Dit zijn ze alle 5 naast elkaar geswatcht. Als allereerste de hele heftige kleur is Lord Star. Dan heb je Wizard's Glass ernaast. Dat is die.
Dan heb je Sorcery weer daarnaast. En daarna ja, gaat het echt puur om een shift waar je verschillende kleuren in gaat zien. Dan heb je Sickening is hier. En de allerlaatste is Iridescent Throne. En dat is echt een soort van, ja, een soort van iridescent kleurtje. Ik denk dat ik voor deze ga, voor Sickening. Dat hij de mooiste ondertoon heeft en gewoon nude over deze lipstick heen gaat, denk ik. Dus we gaan voor Sickening. Ik denk mijn favorite uit de collectie. Wat ik niet zou zeggen in eerste instantie. Toen ik de kleuren zag, zou ik niet denken dat dit mijn favorite is. Alleen, het is toch wel mijn favorite. Het maakt de lipkleur wel grauw. Dit is met Mannequin Moon Lip Liner van Kylie. En dan Sickening. Daaroverheen. I like it. Ik vind het echt tof. Ik vind het sowieso een hele look met een soort van lichtroze shirtje. En dan zo'n heftige look, zeg maar. I like it. Oké. Okay. Dat was mijn hele review. Ja, dit is gewoon dit. Voor mij zijn het A, collectors items. En ik vind ook gewoon, de oogschaduws zijn oprecht gewoon echt prachtig. Ik denk dat Jeffree Star's formule aan oogschaduws echt een van mijn favorieten is. Ik heb bijna alle paletten. Ik heb de Jawbreaker en die met die lolly erop. Thirsty en zo, die heb ik allemaal niet. Maar de Blood collectie heb ik helemaal. Ik kan niet wachten om hier gewoon op een daily basis ook iets meer mee te spelen. Gewoon iets meer paars in mijn daily routine toe te voegen. Maar dit is in ieder geval de look die ik er vandaag mee heb kunnen maken. Highlighter, gewoon ik denk, gewoon kijk naar mijn tits en zo. Gewoon, ik denk dat ik hier wat meer van moet bestellen, want dit is dus zo mooi. Gewoon als ik op een rode loper sta en er worden foto's gemaakt met flitsen. En je hebt dit over je lichaam, maar je hebt dit ook over je benen en over je armen. Gewoon hoe lijp dat eruit. Gewoon, mijn schouder is nu normaal. En nu is mijn schouder zeg maar een soort van geüpgrade naar, I like all this. Dus ja. En de lipgloss. Very cute. Very mooi. Ook een collectors item. Gewoon met een paarse verpakking die waarschijnlijk niet meer terug gaat komen. De grinder en de rietjes spreken voor zich. En dat was mijn review. En de mirror. Ook een collectors item. Gewoon ik heb genoeg spiegels, maar ook een collectors item. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. In ieder geval vond jij de video leuk. Geef even een duimpje omhoog. Laat ze beneden weten wat jij van deze collectie hebt besteld. Wat zou je graag willen bestellen. En heb je iets besteld en heb je het getest. Wat vind jij ervan. En laat jouw meningen over al deze producten hier beneden weten. Want ik vind het namelijk super leuk om alle lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer in de volgende.